luistervrienden. Dit is Hit Radio. Zo klonk het 30 jaar geleden. En zo klinkt het vandaag. Hit Radio. Met een nieuw geluid. De beste Bollywood, Hindi pop en Surinaamse muziek. Van oud tot nieuw. U hoort ze allemaal bij ons. Hit Radio. Oneindig goede muziek. Goede muziek. Proud to serve you. Er zijn momenten in het leven waarbij u de hulp nodig heeft van een advocaat. Advocatenkantoor Copal. Doortastend met kennis van zaken. Advocatenkantoor Copal. Met al ruim 20 jaar aan ervaring zorgt voor een persoonlijke, betrokken en daadkrachtige aanpak van uw zaak. Waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Voor zowel particulieren als ondernemers bieden wij rechtsadvies en procesbijstand. Advocatenkantoor Copal, gespecialiseerd in familierecht, jeugdrecht en het slachtofferrecht. Ook zijn wij ondernemend voor ondernemers. Op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Bel ons voor een vrijblijvend advies of om een afspraak te maken. Notariskantoor Lont en Lalma Homet voor al uw notariële zaken in Nederland. Denk aan de aan- en verkoop van uw huis, hypotheekakte, oprichten van BV's, stichtingen en verenigingen en al uw familierechtszaken, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden en boedels. Wij bieden echter meer. U hoeft niet naar Suriname om uw notariële zaken daar te regelen. Wij zorgen voor de begeleiding, omdat wij kennis van zaken en contacten hebben met notarissen in Suriname. Daardoor bespaart u hoge kosten. Wij houden de contacten laagdrempelig en de communicatie helder. De klant is bij ons koning en kwaliteit is een topprioriteit. Neem contact met ons op of kijk op onze website. Bubbling, ala trana mangi data was bubbling. Deme kawang dang si minuit no mang dang si. Let na pa mo podoro da me suku alibi. Let ma economy dan de aksi mi. Menerji mua bisu na warang tani. Akan de Japanese, akan de wang tinggi. Akan de belakang si no so Hindustani. De alam alawan na terpisani bumi. De wan wang bisu na warang tani. De wani was, warang was. De wani was. Langa was, the one he was. Apa tu was no more, the one he was. Blood was. Na baka patun tapune wa me chokonami. Atak mi wani nyama mi nabi moni. Mi mma pot madoro, do alik mo cholibi. Mi feni wang yon boy ma boy nyang ala mi moni. No umi dena no tu no was ma elukumi. Mener ye pimi da moji sa iwani. Mi tak sa iwani, iwan mi moni. Atak ne ine wa piswa warang tani. The one he was. Warang was, the one he was.
long a was. Rewind the was. For 2 hours by a. Rewind the was. Place was. So punya my was that someone know. Me want the bere. Wane, wane. A city bere. Dime, dime, dime. Da ye kota bere di mi papi. Wane, wane. Da ye poti chim pepre jamang. Dime, dime. Ma o kuita kota flader di mi. Wane, wane. Da mo nyameng. Dime, dime. Na baka patung na pune wa meshe konami. Atak mi wani nyama mi na bi moni. Mi ma pot madoro be wali pocho libi. Mi feni wang yong boy ma boy nyang ala mi moni. No umi de na no tu no wan swa elu kumi. Mener ye bi mi da ikan teksa iwani. Mi tak sa iwani, iwan mi moni. Atak nei nei wa pipa warang sani. De wani wos. Wara wos. De wani wos. Langa wos. Hard to watch no more. The money was. Blood was. Not fun. Not fun. Not fun. Not fun. Yeah, this money wanna watch can't go on. Yeah. Tamaraki yama. Now you kiss a letter of Surinamse. Blood was. Not fun. Not fun. Not fun. And this money wanna until yansa one. Not fun. Tamaraki yama. Eko lejana masra pancho if masra josh. Not fun. Not fun. Not fun. Yaman, awaraman. Oh, wow. Aswitiman, a lekker man. Daye hare purai ta fel. Tamaraki yaman. Daye kwa ma infir fir den pisik dey. Awara wars, aswiti wars. Tamaraki yaman. Abigi wars, alanga wars. मुझे यो भुला ना पाओगे आज तुम मुझे भुला ना पाओगे जब कभी क्योंकि तुम ही हो
अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आश की, अब तुम Jij gaat vanavond optreden hier bij de talentenjacht, georganiseerd door Lucky. Heel veel talenten zijn hier vanavond aanwezig die ook graag grote zangers of zangeressen willen worden. Wat is nou het belangrijkste wat je echt moet kunnen om een goede zanger of zangeres te zijn? Ik vind zelf, als je een goede zanger of zangeres wil worden, moet je goede lyrics kennen. Moet je gewoon de basic van de muziek kennen. Dat is Indian classical music, raga of zo. Dan moet je tonen kennen. En heel belangrijk is, jij moet gewoon met het publiek meedoen. En gewoon, jij moet gewoon entertainer zijn. Ja, jij kan ook in thuis zingen, maar dit is geen thuis. Dit is met voor het publiek, dit is voor de mensen. Daarom ik dacht, gewoon entertainer. En gewoon een reaas doen thuis. Wonderful this evening. You are going to perform a dance song. What song will you dance to? I'm going to perform for Kajrari song from Bunty or Bubbly. Oh, nice. And so, because you're not from Holland, right? Yeah, I just came here two and a half years ago. So, ik spreek langzaam Nederlands. En ik ook begrijpen, maar niet snelle spreker. I get that. Well, you choose to dance tonight. Is that? Do you? How long have you been dancing? I've been dancing since I was 8 years old. So it's almost 16 years. Now I've been teaching also. So in Netherlands, I have been teaching in a school in AICS, and then later I started my own dance class in Utrecht. Well, very nice and all the best tonight. Yeah, thank you.
Internationaal, nationaal. Je hebt Fun X Hits. En vanavond kom jij hier Lucky Singh steunen bij zijn talentenjacht. Wat kunnen we van jou als artiest in de komende tijd allemaal gaan verwachten? Ik ben sowieso bezig met een liedje waarvan de clip al is geschoten. Ik kan nog niet veel zeggen waar het wordt geleased, maar volgens mij wordt het wel iets groots. Het wordt namelijk in India gereleased via record label van India. Release datum hebben we nog niet. Het wordt waarschijnlijk, ik weet niet zeker, op mijn verjaardag 13 juli. Dus. Spannend, spannende tijden voor jou. Maar omdat jij natuurlijk zelf artiest bent, zal jij daar vast een oog voor hebben. Hè? Van oké, okay, bij de voorrondes heb je daar wellicht op gelet. Wat valt bij jou op dat mensen die echt talent hebben, waardoor kunnen zij zich onderscheiden? Is het de manier waarop ze zich bewegen? Is het hoe ze kijken? Is het een bepaalde passie? Hoe herken je het? Zoals ik vandaag heb gezien, mensen moeten niet. Je moet jezelf zien te verkopen. Dus kijk, ja, voor mijzelf, mensen zeggen ja, ik ben artiest of zo. Ik zie mijzelf nooit zo. Om mee te beginnen. Ik hou van muziek. Ik begon met zingen. Ik had nooit gedacht dat ik fans zou hebben of wat dan ook. Dus het is er maar van gekomen. Maar ja, één ding wat je niet moet zijn, is zenuwachtig. Dus je moet gewoon je ding doen als je op het podium bent. Of... Mere mehboob kayamat hogi. आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना जमी मंजिल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी देखना कभी मुड़ के
इस प्यार में सच झूठ का हम फैसला कर ना सके हम बेवफा हरगिज़ ना थे पर हम वफा कर ना सके तो गाने के बहुत मशहूर हैं और सुनील जी के लिए एक जोरदार तालियां आज की शाम में हमारा साथ दे रहे हैं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह जिसने सब को रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा The talent of the year 2016 gaat naar Devi Jagmohan. Devi Jagmohan, talent of the year 2016, dames en heren. Geweldig goed gedaan. Devi, jij bent Talent of the Year 2016. Hoe voel je je? Ja, ik ben heel blij. Ik had het niet verwacht. Maar had je dit een beetje verwacht?
Nee, ik dacht... Nee. Ik zie dat je helemaal overrompeld bent. Want dit houdt in dat jij mee gaat doen met onder andere de formatie van Lucky Sing. Hoe lang zing je al? Sinds ik heel klein was eigenlijk, maar Bollywood wat later. Ja. En waarom denk jij nou dat je vanavond hebt gewonnen? Kan je dat verklaren? Was je beter dan de rest? Of waar heeft dat gelegen? Ik weet niet. Ik denk, ik was gewoon mezelf. Ja. En dat is het denk ik. Oké, en wat gaat er nu gebeuren? Hoe ga je dit vieren? Wat ga je allemaal doen? Ik ga het eerst met iedereen delen. En misschien wel een feestje geven. Wisten de mensen op school dat jij zou meedoen aan deze talentenshow? Ja, niet iedereen, maar sommigen wel, ja. Oké. Nou goed, wat gaan we dit jaar allemaal van jou verwachten? Je gaat natuurlijk meedoen met Lucky Sing, maar heb jij nog een droom? Ik bedoel, nu, dit is het begin van je zangcarrière, denk ik. Heb jij echt een ultieme droom, iets wat je echt wil meemaken als zangeres? Eigenlijk ja, mijn idool is Shreya Ghoshal. Ja. Dus mijn droom is wel dat ik één liedje met haar kan zingen. Dat is een heel mooi doel. Nou, ik moet zeggen, je lijkt wel een beetje op haar, dus wie weet. Ja. Nou, heel erg gefeliciteerd. We gaan genieten van je overwinning. Dank je wel. Go, go, go met Goinda Tours. Voor al uw busreizen naar Parijs en Disneyland. Londen, Italië, Kroatië, Spanje, Zwitserland, Praag en nog veel meer bestemmingen. Voor meer informatie, kijk op www.goindatours.com of bel ons op 0900 468 4632. Goinda Tours. Service with a personal touch. AGN Ayurveda Nederland. Met meer dan 30 jaar ervaring en begrip onder de deskundige leiding van de heer Anil Kumar Mehta, de oudste Ayurvedische kliniek in Nederland. U kunt bij AGN terecht voor een vakkundig gezondheidsadvies en klassieke Ayurvedische behandelingen. Immers, een simpele tip kan voor u een wereld van verschil betekenen. Ons motto: leef bewust, weet wie u bent, wat u eet en geniet van het leven. Wilt u Ayurveda leren? Dat kan ook. Bij ons opleidingsinstituut AISRA kunt u diverse beroepsopleidingen volgen tot Ayurvedic Practitioner, Ayurvedic Technician, Ayurvedische Massagetherapeut, Ayurveda Yoga Teacher en Therapist. AISRA, uw kans om Ayurveda te leren en de mensheid van dienst te zijn. Agribidai regelt uw uitvaarten volgens uw geloof. Zij begeleidt ook de nabestaanden bij de rituelen. Door 16 jaar kennis en ervaring is Agribidai in staat u een volledige dienstenpakket te leveren. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Agribidai kan de uitvaart voor u regelen. Ook als u niet verzekerd bent, kan Agribidai uw uitvaart regelen. Agribidai is vanaf 2014 een keurmerkondernemer geworden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Oh,